De autosport is enorm in. En dat komt natuurlijk door de prestaties of niet prestaties, dat maakt niet zoveel uit, van Max Verstappen. Maar de autosport is al heel oud. En in Nederland hadden we als een van de eerste coureurs Michel Blekemolen. En we dachten, erg leuk zou zijn om met hem eens even terug te kijken. En vooral ook te praten over het karten, want dat is ook heel populair. Want Michel, jij was de eerste die het karten naar Nederland haalde. Ja, er bestond wel wat op buitenbanen, maar in ieder geval de eerste, eigenlijk een beetje wereldwijd, die indoor kartbanen ging exploiteren. Dus dat was het unieke eraan. Heb je een idee waarom het zo populair is opeens? Nou, het is eigenlijk nooit helemaal niet populair geweest, maar allicht, wij zien nu weer een hele stijging. Dat heeft te maken met de recessie die je een beetje stopte. We hebben nog steeds dezelfde klanten als het ware, maar die besteden weer meer, die gaan weer meer karten. En toen Max uiteindelijk in Barcelona de eerste keer won, toen zagen we ineens een hele opleving. Dat was wel heel apart. Kwam ook omdat Max veel in beeld was. Je zag hem als jong, klein jongetje, zag je hem op zijn kart rijden. Er waren allerlei praatprogramma's waar hij in voorkwam. Dus ja, dat spoort mensen natuurlijk weer meteen aan om te gaan karten. Dus dat was extra meegenomen voor ons. Heeft hij veel bij jullie gekart juist? Nee, Jos wel eens vroeger. Dan hadden we wat sterrenraces en met BN'ers en zo. En dan kwam Jos, heeft daar nog wel eens aan meegedaan. Voor de televisie deden we het al in het begin jaren 90, toen we net met die kartbanen begonnen. Maar ja, het is nu een complete hype weer. Het is de basis eigenlijk op weg naar de Formule 1, ja, hè? Als je nu naar het wereldkampioenschap karten zou gaan, is spectaculair om te zien. Het is eigenlijk nog mooier dan een Formule 1 race. Echt fantastisch. Komen 150 van die jongetjes en die zitten allemaal binnen een anderhalf seconde. Wow. Dus ongelooflijk. Als je daar wint, dan ben je heel erg goed. Het heeft Max twee keer zijn wereldkampioen geweest in verschillende klassen. En als je daar nu dit jaar de eerste 3-4 mensen noteert, dan zie je die vanzelf in de Formule 1. Ja, die komen over een aantal jaren komen die zo ver. Want als je dat presteert, dan is dat heel bijzonder. Wat leuk om dat te weten eigenlijk. Ja, dat is de beste scouting die je kunt bedenken. En blijkt ook dat daar de beste rijders van komen. Jij bent de godvader, hè, van het racen in Nederland. Je was, dacht ik, een van de eerste Formule 1 coureurs. Ja, niet helemaal. Ik vergeef je dit. Je haalde de... Dat is Formule 3, de Nederlandse... Ja, ik was wel... Ik reed nog niet eens Formule 3. Ik reed Formule Ford. En dat ging allemaal zo goed. En ik had wat mensen om me heen. En die zeiden, jij hoort in de Formule 1 thuis. Dus ik zat eigenlijk veel te snel in de Formule 1. Dat ging aanvankelijk best wel goed met alle testen. Alleen ik had niet de beste auto. En er deden er toen 38 mee. En dan mochten er maar 26 starten. Ja. Dus ik kon vaak niet meerijden. Maar ja, dat waren wel hele leerzame, mooie tijden natuurlijk. Maar voor mij had je nog Dries van der Lof op de Zandvoortse Laan in Bentveld. Daar zit de autodealer, ben hem even kwijt. Dat was in 1952 de eerste Formule 1 rijder van Nederland. We hebben elkaar ook een Dennebor voor gehad, helaas verongelukt. Was mijn idool, verongelukt op de Nürburgring. We hebben Wundering gehad, we hebben Gijs van Lennep gehad. Oh ja. We hebben Boy Haaien gehad. En toen ben ik ongeveer gekomen. Dus ik zou denk ik toch wel de voor Jos zeven... en Guido. Ja, voor Jos en Guido en Christian Albers. En we hebben, ik denk dat er nog dat er 13 zijn geweest, waarvan er nog 11 nog steeds dit kunnen doen. Leuk, hè? Geweldig. Je bent eigenlijk dagelijks op het circuit. Want je hebt er een bedrijf, Race Planet, een beetje 25 jaar al, hè, geloof ik? Ja, zelfs 30 jaar. Wauw. We hebben een heel apart jubileum. Dat is dat we 30 jaar op het circuit dit doen. En 10 miljoen mensen vermaakt hebben. Die hebben we ook echt vermaakt. Dat kunnen we aan de nummers en alles zien. Dit jaar. De kartbanen bestaan precies 25 jaar. Wat hebben we nog meer van speciale dingen? Oh, groep 100.000. We hebben 100.000 groepspartijen gehad. Dat kunnen vergaderingen zijn, productpresentaties.
Dat kunnen we ook weer zien, want we zijn op alle kartbanen op nul begonnen. En op Zandvoort ook bij nul, de boekingsnummers die we daar hebben. Dus we zitten echt. Dus het is eigenlijk een heel uniek jaar waar we niet zoveel gebruik van maken. Maar eigenlijk moet daar eens een beetje tamtam voor gemaakt worden. En ik race 50 jaar. Ook nog eens. Je race nog steeds, hè? En ik race nog steeds. Vorige week weer gereced. Dus, waar rij je dan nu? Verschillende dingen. Ik rij af en toe met een Porsche. Ik rij af en toe met een TCR Seat. Dat is een fabriekswagen. Hele snelle, mooie auto's. En wat ik het liefst doe. Dan denken altijd mensen, ja, dan moet je mee in Albert Heijn rijden, maar met de Renault Clio. En daar heb ik vorige week weer het eerste race voor het Europees kampioenschap gereden. Nou, daar heb ik eigenlijk genoten. Zij het dat mijn teamgenoot Melvin de Groot zijn rug gebroken heeft. Die reed voor mij en ik zie hem met zijn wieltje over de curbstone zo wegdriften. En hij vliegt zo naar binnenkant op één plekje waar geen bandenrij stond, frontaal erin. Dus ja, helikopter erbij, moest naar het ziekenhuis afgevoerd worden. Voordat hij wegvloog, heb ik hem nog even kunnen spreken of hij zijn teen allemaal kon bewegen. Want ze haalden hem eigenlijk niet goed uit de auto. Ik vind dat ze meteen het dak eraf moeten knippen. Ik bedoel, ze hebben van die grote scharen, ondanks dat er ook nog eens zo'n rolmar in zijn auto zit, komen ze daar best wel doorheen. En ze hebben hem toch uit die auto gehaald. Nou, ik zal je zeggen, als ik jou direct in die auto laat stappen, als hij nog intact zou zijn, dan heb je al bijna een dwarslesie om erin en uit te komen. Ja. Dus als je nou iemand die zo een klap heeft gemaakt, ook nog uit die auto gaat halen. Ik mocht er niet bij. Ik stond hem op afstand te verbijten en ik knipte het dak eraf. Ja. Die auto is toch al weg. Ja. Ja. Dus, maar goed, hij loopt weer. Heeft hij dat gebroken en hij loopt weer? Ja, het ging nergens in, niet een corset, niks. Dus hij moest rust houden, plat liggen, maar hij is natuurlijk een beetje eigenwijs, maar hij mag ook een beetje lopen, dus maar het gaat heel goed. Hoe lang is dat geleden dan? Dat is zeg maar, even denken, we leven, dat is 10 dagen. Jongen. Ja. Dan moet je ook wel in top voor hem verkeren. Ja, ongelooflijke goede conditie hebben. Ja, hij gaat goed. Zijn. Maar hij is nog helemaal stijf, natuurlijk ook van die enorme klap. Want je zag allemaal detailopnamen van wat er gebeurde uiteindelijk. En dan zie je, zit hij in de gordel. En ik ken Melvin ook strak. En die houdt ook rekening met gevaar. En die doet het echt veilig. Zijn gordel goed vastgemaakt. En ondanks dat zie je hem met zijn hoofd op het stuur komen. Ja. Dus alles rekt zo erg. En dat geeft er nog heel veel pijn. Want alle spieren zijn gewoon uit elkaar gerekt. Ja. Je hebt één moment van 30G of zo. En dat is eigenlijk het meest gevaarlijke. Want ja, je mild kan scheuren door die enorme impact. Maar allemaal afkloppen, dat is allemaal. Het blijft een gevaarlijke sport. Ja. Op circuits die verschillen. Ja. Het circuit in Zandvoort is heel bijzonder. Hè? Zullen we eens even luisteren wat Max daarover zei? Ja. Het circuit, ja, wat het heel speciaal maakt, is gewoon omdat het natuurlijk nog een oude stijl circuit is. En om dan weer de limiet op te zoeken, maakt het gewoon een stuk lastiger. Omdat natuurlijk als je over de limiet gaat, dan ga je meteen van het circuit, ga je van de baan af. En op andere circuits heb je natuurlijk heel veel asfalt eromheen liggen. Dus dan is het iets makkelijker zeg maar, om de limiet te vinden. En ik denk dat heel veel coureurs daarom, bijvoorbeeld ook Suzuka en Zandvoort toch een beetje dezelfde stijl, toch heel uitdagend. Ja. Interessant, leuk om dit te horen. Is toch leuk? Ja. Wat vind jij? Nou, ik spreek natuurlijk heel veel, ik doe het Europees kampioenschap Clio dit jaar, dat zijn 7 weekenden, waarvan eentje van de zomer in Zandvoort in die serie zit. Dus ik zit zo met allerlei nationaliteiten zitten we zo een beetje na te tafelen vorig weekend. En dan hoor je Zandvoort. Ja, Zandvoort, dat vinden we wel weer mooi om daar naartoe te gaan. Is ook leuk qua dorp. Je hebt daar van alles. Dus min in de zomer is dat straks. Dus, maar qua baan is Zandvoort eigenlijk uniek. Kijk, ik kan het echt met mijn ogen dichtrijden. Maar het is natuurlijk heel bijzonder, die glooiingen allemaal, vakante bochten. Ja. Het is een unieke baan, dus we hebben daar een heel, heel mooi gebeuren. Dus ik kan me voorstellen dat Max dat ook. Het is wel hier en daar best wel listig, omdat de rail net niet ver of net niet dichtbij staat. Dus
of het moet heel ver, of het moet tegen de baan staan. Want ik catch je er langs. Ja, ja. En daar zijn wel wat punten die voor verbetering vatbaar zijn. Maar over het algemeen is het topcircuit. Denk je dat de F1 terugkomt? Moeilijk. Ik spreek en hoor heel veel. En het is maar de grillen van de Formule 1 organisatie. Die moet heel veel geld hebben. Daar gaat het om. Mm. Het lijkt net voetbal. Maar zij eisen tussen de 30 en 40 miljoen op dit moment om alleen de vrachtwagens heen te sturen en de autootjes eruit te halen. Ja. En dan mag je als organisator, als circuit directie, mag je ook nog een heel klein beetje uit de inkomsten van de kaartjes. Ja. Maar dat is maar heel weinig. Ja. Dus je kunt het nooit runnen, zoiets, want dat is een probleem. Dus je hebt sponsoren nodig. En heel veel Grand Prix's die zijn nog gesponsord en dat is de enige manier om hier naar heen te krijgen. Daarnaast moet je nog even het circuit aanpassen. Ik wou zeggen, want hij zal ook wat langer gemaakt moeten worden. He? Nou, dat valt op zich. Het tracé is op zich goed, maar qua veiligheid, wat ik zeg, vangrail op de juiste plekken, uitloopstroken. En dat heeft Assen een beetje voor, want die is daar al beter op voorbereid en dat is eigenlijk wel jammer. Ja. Dat Zandvoort daarin achterloopt. Dus ja, als er een game is, dan gaat hij naar Assen. Dus dat, prima, want als we het maar in Nederland hebben. Ja, okay. Maar liever Zandvoort. Jij doet die geweldige dagen voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn om ook een keer in zo'n auto te zitten. Gaat dat goed? Ja, we hebben ook weer na de recessie een opleving gehad. En toen kwam Max en toen ging er weer een oplevingje. Dus nee, we hebben niks te klagen. Het blijft een heel bijzonder ding. Wij zien dat de mensen hangen echt s'avonds om mijn nek. Nou, volgens mij zijn jullie een keer geweest. Dat was niks voor mij, maar Jos, die zou het liefst... Ik zal het nooit vergeten. Ik vond het een spektakel, ongelooflijk. Ik had van de week een paar mensen uit deze regio, Kemper en Veldhuis. Oh, ja. Die zijn helemaal shocker geworden. Ja, die zijn helemaal, helemaal gek. Ze sturen me mailtjes, wat was dat mooi. Ja. En ik ken Richard Kemper een tijdje. Ja, het was een geweldige beleving. Dus ik weet nog goed dat ik zelf achter het stuur zat. Ik vond het schitterend. Ja. Dat ging met een behoorlijke vaart. Henny bleef een beetje achter. Dus een beetje. Die is na de eerste ronde, weet je, meteen aan de zijkant geschoven. Zijn we nog even doorgegaan. Ja. Maar wat ik helemaal spektakel vond, was dat ik twee rondjes heb meegereden met een echte coureur, naast hem heb gezeten. En die zei van, zal ik hem eens even gas geven? Nou, dat heeft hij gedaan. Ik heb gillend in die auto gezeten van plezier. Dat was in een Renault Clio. Dat is in zo'n raceautootje. En wij hebben natuurlijk op Zandvoort de snelste auto staan met 600 pk. Ja. En het domme Clio'tje met 230 pk, die heeft dus sneller rondetijd dan al die andere auto's. Dat is wel heel bijzonder. Het ging een partij hard en ik vond het schitterend. Het blijft niet allemaal heel natuurlijk. Hoe verzeker je dat? Nou, we hebben geen verzekering. Meen je dat nou? Dus in tegenstelling met de openbare weg waar je verzekerd moet zijn. En wij hebben het circuit, omdat dat we hebben meer dan 100 auto's rijden. En als we die allemaal moeten verzekeren, dat is natuurlijk niet het normale tarief van wat wij allemaal betalen om een auto op de straat te rijden. Dus wij nemen het allemaal voor lief en allemaal afkloppen. Het gaat allemaal redelijk goed. Een enkel keertje hebben we een schadetje en we hebben ook wel eens een heftige schades gehad. Maar de auto's tegenwoordig die zijn zoveel veiliger. Ja. Ja. Dus alle ESP's, ABS, traction control, dat zit op met name die dure auto's die wij allemaal hebben. McLaren's, Lamborghini's, Ferrari's. Fantastisch. We hebben net weer nieuwe gekocht vandaag weer. Ik heb net een handtekening, een uur geleden heb ik een handtekening gezet om de allernieuwste Ferrari's weer vier bij te bestellen. Dus zo druk hebben we het op Zandvoort. Want auto's is verkeerde investering, hoor ik altijd. Ja. Ja. En je doet het met je zoon? Ja. Je hebt twee zonen? Ja. Allemaal autogek, allemaal vertel maar. Ja, nou Jeroen die is, autogek zijn we niet eens, dus dat is het gekke, want we houden alle drie niet van autorijden. Dat klinkt altijd heel raar. Onvoorstelbaar, ja. Ja, maar wij houden wel van competitie. Dus, deze competitie is altijd leuk. Als ik op zaterdag de qualifying heb, dan heb ik een bepaalde spanning en dat hebben zij ook.
En autorijden, als je mij nu vraagt, je moet morgen even naar Den Bosch rijden, dan heb ik echt slachtofferhulp nodig in Den Bosch. Dat wordt helemaal mijn show. Oh, dat is het laatste wat ik verwacht. Ik vlieg altijd, vliegen is heel verdelig tegenwoordig, dus dat maakt het ook makkelijk. Dus ik vlieg overal naartoe. En rijden vind ik niet leuk, maar ja, Jeroen die race in Amerika. Je hebt mij verteld dat Jeroen de meeste vlieguren maakt die denkbaar zijn. Ja, hè? Dat is niet normaal. Die gaat zo'n, ik denk zo'n 50 keer de oceaan over per jaar. Dan gaat hij nog eens een keer tussendoor. Hij is echt af en toe is die idioot bezig, want nu is hij, hij kwam er net thuis en dan gaat hij woensdagochtend weer weg. Het is nu maandagavond. Is hij alleen dinsdag op de dag is hij thuis. En ja, is hij wel even weer uit Amerika gekomen met een overstap. En dan moet volgende week weer ergens links of rechts rijden. Dus dan moet hij woensdagmiddag alweer zijn. Dus woensdagochtend vroeg stap je in het vliegtuig. Met zijn tijdverschil is hij op tijd daar. En wat doet hij exact voor wedstrijden? Hij doet GT3. Dat zijn allerlei auto's. Hij rijdt in Porsches, hij rijdt met Lamborghinis, met Mercedes. Hij zit in het semi-fabrieksteam in Amerika. Daar staan ze ook op kop. Dus dat soort dingen is hij allemaal maar aan het doen. Dus een jongensdroom, maar wel een heftige jongensdroom. Heeft hij een eigen team of heeft hij ook een soort raceplan? Nee, hij wordt overal ingehuurd. En hij is dit jaar in Australië, Dubai, Zuid-Amerika, hele mooie races daar met allemaal ex-Formule 1 coureurs. Dat doet hij daar één keer per jaar. En dit jaar doet hij weer Le Mans. Over twee weken heeft hij weer de 24 uur race van de Nürburgring. Dus hij doet ook hier wat. Hij heeft Le Mans gewonnen, hè? Ja, met Jos Verstappen. Met Jos, hè? Dus ja, apart was dat eigenlijk. Dus hij is heel erg intensief. En hij rijdt altijd nog hard, maar ik snap niet hoe hij het volhoudt. Want biologisch gezien is alles in de war. Alleen maar van hoort naar her en ja, te veel eigenlijk. Stapt hij ook nog eens in een IndyCar of dat niet? Nee, daar ligt zijn ding niet. Hij verdient lekker goed in de tourwagenracerij, die GT3's. En hij heeft dat een aantal jaren terug, heeft hij uiteindelijk Jos is uit die auto gezet, want die moest een miljoen hebben. En toen was er een hele slogan op de tribune, Jeroen doet het niet voor de poen. En toen heeft Jeroen zijn auto overgenomen en toen hebben we eigenlijk het Zandvoortse publiek, de mooiste race ooit, dat hoor ik nog veel van veel kenners, ik ben misschien niet objectief, maar de mooiste race ooit, want hij kwam op kop te rijden, zelfs met 30 seconden voorsprong, toen is er alleen een fout gemaakt, want anders had hij zijn eerste E1 Grand Prix meteen gewonnen, later heeft hij er ook een paar gewonnen, maar had hij die bijna voor elkaar en ik kan me nog goed herinneren, dat was zo'n verschrikkelijk, er waren 80.000 mensen, dat was 2007 geloof ik, waren er op Zandvoort. En boven het geluid van die auto's hoorde je het hele publiek toen hij op kop kwam van, nou ja, dat is ja, uniek. Ja. Die beelden zijn nog hier en daar te zien, echt. Het was zo ja, jammer dat hij niet won, want uiteindelijk maakte Jan Lammers, teammanager, die maakte een fout. Iedereen ging er binnen om sliks te monteren. Ze waren allemaal op regen gestart. En ja, als iedereen op sneeuwkettingen gaat rijden, dan moet je dat ook doen als je 30 seconden voor ligt. Ja. Want dan ben je gelijk, je moet geen risico nemen. En Jan maakt een kleine inschattingsfout. Die denkt, hij ligt zo ver voor, dat gaat wel lukken. Maar op een gegeven moment gaan die regenbanden kapot op die droge baan. Ja. Dus toen werd hij vierde. Maar anders had hij hem op zijn fluitje gewonnen. Dus dat was wel heel jammer. Maar goed, het was wel spannend. Je doet raceplannen met Sebastian, hè? Jan zoon. Ja, die kan er ook wat van. Hè? Ja, Sebastian die is een beetje in de anonimiteit. Vorig jaar heeft hij zo'n beetje alles gewonnen wat er te winnen viel in de klasses waar hij reed. We hebben samen, dat was ook heel erg leuk, hebben we de 24 uur race van Barcelona gewonnen met Melvin de Groot samen, met z'n drietjes. En voor de rest heeft hij allerlei Clio races gewonnen, heel erg goed. En ja, dat is de rechterhand, of ik ben zijn rechterhand. We bestieren uiteindelijk samen alle companies die we moeten doen. En dat is eigenlijk heel leuk. Het gaat altijd in goede harmonie. En het is mijn evenbeeld. Ik zie dezelfde bewegingen.
ik zie dezelfde gedachtes ja. enzovoort. Maar hij doet nog veel meer aan sporten, want hij loopt ook Doorgeslagen. Helemaal doorgeslagen in de sport lopen. Die is triathlons, marathons en weet ik wat aan het lopen. En hij moest van de week, ging hij voor een bachelorparty naar, waar ging hij naartoe? Naar Oostblokland, ergens. Ik weet niet. Zit hij in het vliegtuig, ziet hij mensen met sportschoenen in hun hand. En zei, wat gaan jullie doen? Ja, we hebben een triathlon. Dus, wat is het dan? Nou, de volgende dag stond hij weer. En dan gaat hij dat doen. En hij is een beetje echt doorgeslagen. Want een triathlon kun je 3 keer per jaar doen. En dan is het echt totaal basta. 170 kilometer fietsen, 42 kilometer lopen. 3, 4, 5 kilometer zwemmen. En ja, dan doet hij nog allemaal de marathons erbij. New York doet hij altijd. En allemaal grote marathons door heel Europa. Hij vroeg mij nu weer of ik meeging naar Maleisië. Daar gaat hij dan weer een triathlon doen. Dus daar ga ik dan maar mee. Want ik vind het ook wel weer grappig. Maar, het zijn bijzondere genen. Die genen van de Blekemolens. Ik heb toch nog één vraagje voordat je gaat afsluiten. Je hebt ook nog plannen met je tropische eilanden. Ja. Kun je daar nog iets over zeggen? Ja. Heel in het kort. We hebben weer toch een nieuw idee. We houden een beetje van indoor. Ja. Indoor is dat mooi weer. Dus we hebben het plan gevat om een indoor strand. Niet te vergelijken met een indoor tropisch zwembad. Maar echt een strand met een echte pier, echte zee, strandtenten en heel veel doedingen. Waar je veel activiteiten kan doen. Subverhuur. De duikcursussen. Dus dat willen we gaan opzetten. Maar ja, we zoeken daar nog investeerders voor. Okay. Dus leeg het spaarpot. Roep op. Leuk zijn een indoor strand. Hoewel we hier natuurlijk in deze omgeving strand genoeg hebben. Maar ja, het is wel eens een keer slecht weer. Het was in ieder geval genieten te praten over de autosport. En laten we hopen dat Max doorgaat met de goede dingen die hij doet. Bedankt voor het kijken.